Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw video van mij. Ik ben Emily en vandaag ga ik iets super leuks doen. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ik ga naar het middelbaar. Maar soms moet je wel boeken kaften. Dus hoe kaf je nu eigenlijk boeken? Wat heb je nodig? Natuurlijk een boek, plakband, een schaar en ja, kaftpapier. Dat begint met kaftpapier open te doen, zo. Ongeveer 10 centimeter van de kant. En je legt je boek open. En dan ga je hier ook nog en dan ga je daar eens uitknippen. En ja, ik ga hier knippen. En dan ziet het er dus zo uit. Je legt de kaft dus open, alleen de kaft. En dan doe je het dus naar binnen. Nu doen we langs de andere kant hetzelfde. En dat ziet er zo uit. Zo. Je doet voorzichtig het boek dicht en dat is normaal. Dat papier gaat dus een beetje mee. En zo ziet het er dan nu uit. Dan ga je dit afknippen, een hoekje. Here we go. Zo. En hier ook. Dus we zijn er bijna. Oké, nu ziet het er dus zo uit. Dan doe je het boek zo open. En zie je hier. Dan bouw je dit zo dicht. Maak het dus terug een hoekje. Dan pak je plakband en dat kleef je hier op, zo. Je hebt bovenste hoekje aan het kleven, dus nu doe je het zo. En gewoon net hetzelfde. Gaan we hier ook doen. Zo. Ik heb dus net alle hoekjes vastgekleefd en nu doe ik het. Dit is je hoekje.